Het bureau gemeenschapsprojecten voert projecten uit met de bedoeling diverse gemeenschappen te voorzien in hun noodzakelijke behoeften. Daarnaast moeten inkomsten worden gegenereerd om armoede tegen te gaan. Jaswant Dukaran, programmamanager van het bureau Gemeenschapsprojecten, geeft in gesprek met de Communicatiedienst Suriname een overzicht van de projecten die zijn uitgevoerd door dit bureau. De instelling van het bureau Gemeenschapsprojecten is geweest in april 2022. Doelstelling, dat is de armoedebestrijding en inkomensvorming voor de gemeenschap. Het doel is om middels projecten het aspect van armoedebestrijding aan te pakken, maar ook inkomensvorming voor de gemeenschap. Zo worden er dus door de gemeenschap microprojecten en districtsprojecten ingediend. Microprojecten worden ingediend door stichtingen, NGO's, maar ook gemeenschappen. En voor districtsprojecten worden deze ingediend door de districtscommissaris. Projecten die wij tot nu toe hebben gedaan, onlangs hebben wij de loopbrug, het nationaal project van de Nieuw-Nikeri opgeleverd. We hebben daarnaast ook nog een toilettengroep aan de Emma-straat in Nieuw-Nikeri opgeleverd. Wij hebben samen met de districtscommissaris van Coroni het vlaggenproject gedaan, waarbij op 20 markante plekken er vlaggenmasten staan met de Surinaamse vlag, om het nationaal gevoel in het district te promoten. Zo hebben wij in district Saramaka twee toiletgroepen opgeleverd. Eén op Calcutta en één op Uitkijk. Wij hebben in Paramaribo de advanced textieltraining gehad. Dat is in 2023 voor 16 kansarme vrouwen. Wij hebben heel in het begin, in 2022, Paramaribo, hebben wij een vakantiescore gehad samen met Stichting Rumas. We zijn nu weer bezig met Stichting Rumas om andere projecten te doen. Als we gaan naar Kamoeine bijvoorbeeld, dan hebben wij daar een trim- en loopbaan bij SV Nationaal de Meerzorg. Wij hebben ook training gedaan aan vrouwen die gebukt gaan onder bepaalde omstandigheden, ook vanwege COVID. Maar dan wordt in feite aangekaart het fysieke en het psychische gedeelte, met name ook vanwege de COVID-pandemie. We hebben ook op Johan Margrethe een aula in gebruik genomen. En zo kunnen we verder gaan. En zoals u merkt, het is landelijk. En we proberen zoveel als mogelijk ook te doen. Wij gaan aanstaande vrijdag van start in Nikeri met viertal trainingen. De verpleegkundige assistentenopleiding, koeltechniek, gas, water en elektra en ook lasmodule. Waarbij dus in feite de gemeenschap voorbereid wordt op het werken, inkomensvorming. De jeugd wordt gestimuleerd en van daaruit een stukje verder te gaan. Zo kunnen we ook denken aan het project dat binnenkort waarschijnlijk van start gaat. En dat is van de Hubert Stichting. Wij moeten binnenkort een overeenkomst tekenen. En de Hubert Stichting heeft een projectje ingediend om hun dak aan te pakken. Dat in feite aan vervanging onderhevig is. Zoals ik eerder zei, de doelstelling is armoedebestrijding en inkomensvorming. Maar het moet ook een verlichting gaan betekenen voor de gemeenschap. In de zin van dat datgene wat zij kunnen gebruiken om hun werk te vervullen, maar ook in feite om hun diensten aan te bieden. Zo denken wij bijvoorbeeld binnenkort dat wij in boven Suriname, in het dorp Jinjinstong, dat wij daar een aula zullen renoveren. En het heel belangrijke is van al deze projecten, is dat de gemeenschap die daaraan verbonden is, een grote bijdrage aanlevert. Een voorbeeld van Jinjinstong is dat de gemeenschap daar zelf de aula gaat renoveren met een begeleiding vanuit bureau gemeenschapsprojecten. We hebben technici die de nodige directievoering zal doen en de begeleiding zal geven. Ja. Voor 2023 hebben wij op dit moment 32 miljoen ter beschikking. Op dit moment is bijna 70% al gealloceerd aan projecten. Wij zijn nog bezig om een goede screening te doen. We mogen mensen niet teleurstellen. Maar we zijn heel streng in onze beoordeling. Ons streven, het doorlopen van de projecten. Wij doen projecten die maximaal een doorlooptijd hebben van 6 maanden. Waar trainingen aan verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld de verpleegkundige assistentenopleiding, dan duurt dat een jaar. In 2023 proberen de meeste projecten af te ronden. Het enige project dat nu in feite doorloopt vanuit het jaar 2022, dat is de verpleegkundige assistentenopleiding, welke verzorgd wordt door de SAO. We hebben daar 70 kandidaten. Ja en nee. Ja, we mogen tevreden zijn omdat wij in rap tempo op dit moment 70 projecten onder de loep hebben. Waarvan al
ongeveer 22 zijn opgeleverd. Wij zijn nu nog bezig met bijkans 18 projecten die in uitvoering zijn en nog 30 in voorbereiding. Dus we hebben het best wel druk. En de planning is om in 2023 de projecten die op de lijst staan, zeg ongeveer 50 stuks, ook nog verder uit te voeren.